En wel jongens en meisjes, vandoor ook die krit zo te zien. Zijn maar afgerooid om daar eens bij de Chinees te kopen. Het werkt niet, zeiden ze. Het werkt niet in bouw. Hoe zei ik, er vier kort in bouw. Eén in de Kringvel, één in de Audi, één in bij Mediamarkt en één in de Fnac. Al vier Mercedes daar hier niet. Ik zit zo door nog ingesloten van beeldingscensuur. Ik krijg geen signaal. Ik zei, ik ook hier vanuit China proberen. Moeten ze rooien mijn oma af? Het werkt niet, het werkt niet, het werkt niet. Het is weer gesmeten hout. Over dat je bekijkt wat dat erin zit, hè. Want Gilder weet er ook niet over wat ik te. Over hier de schoenen bij pakken. En ik probeer het niet in mijn puten te snijden, gelijk gewend. En ook dat ik hier op doe. En wat vinden we eerst? Een USB mini. En dan gaan we dat hier verder bekijken. En dat moet een Bluetooth radiootje zijn. Een DAP radiootje, kort u zeggen. Of dat ik eens een zakje pakken. En waar zit er hier nog in? Krammelt hier nog iets? Oh ja, dat is de explicatie van hoe dat toestel werkt. Wat heb je hier allemaal? Over dat je van dichterbij bekijken. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Of die een camera dat oppakt. Het is DAP en DAP Plus FM Stereo Output. Bluetooth 5.0, en al de rest van die altijd een LCD display, 320x440, ja, dat ziet er goed uit. Hoop dat je bekijkt wat dat zegt, hè. Hoop dat je uit dat plasticje doet. Dan ziet er maar een schuurradiootje uit. Zit er door batterijen in? Nee, het zou wel oploopbaar zijn, want het is daarbij. Hoop dat je je antenne uittrekt. En dan ga je kijken hoe dat dan start. Hè. Dat is waarschijnlijk hier op de. Ah, er is licht in de duisternis. Oh, dat plastic schaaf trekken we. Dan zien we beter wat dat we zijn. Hoe werkt dat eigenlijk? Zit er ergens een menu aan of zo? FM radio. Wauw. De FM radio doet toch goed? Doet toe, dan moet je neer. Moet eens in een DAP. Hoe krijgen we dat aan de poort? Oh, toch je dat boekje bij pakken, hè? Hoe kun je dat programmeren? Hoe je kijkt. Volume. Het blijft duur, niet daar is volume. Ja. Scan settings. Dat is op de mail blijft duur, zei ze. Dus nee, ook om de oké blijven duwen. Ah, de oké. Scanning. Ah ja, dat is bezig. Maar pas niet dat ik hier iets zou kunnen ontvangen, want met die vier andere kost ik niets ontvangen. Het zou al vrij moeten zijn dat ik hier geluid zou uitkrijgen op een DAP. Ze zijn allemaal dat niet werkt, ze noemden. Zou ik ze gluwen of zou ik ze niet gluwen? Zullen we zien hè, wat dat zegt? Hij is nog altijd aan het scannen.
zijn muziek. Ja, wat? Geschiet ervan. Dat is een eerste dap radio dat masseert. Clara, doe een laatste keer af en toe hoor. Ja, wat zeg. Als dat lang drukt, zoek naar de stations. Nu weet het dan. Dus kijk hier uit. Allee. Ik ben verplicht voor ze een keer opnieuw te zoeken. Maar dat klein ding, dat geeft een goed geluid. Ja, de klank zit goed. En dan die vijf kosten, ik weet niet hoeveel, maar het was alleszins niet veel geld. Want die dat ik in Krevel gekocht heb, was een duurste. Het was 180 euro of zoiets. En hier kreeg ik er niet uit. Geen enkel station. Het bleef maar scan. Mooi. Die lijkt om. Ja, wat zeg. Met de persoon in kwestie van, ja, bijvoorbeeld, waar staat je toestel in je huis? Het kan soms zo eenvoudig zijn, van zet het bijvoorbeeld dichter aan het raam. Ja. We gaan echt kijken. Het moet een beetje bij een spraak, maar ja, dan kunnen we het op een andere luidspreker zetten. Een bepaalde regio niet coveren. Ja, hier zit niets op. Radio Maria, waar is afweet? Ook je luisteren. Oei, oei, oei. Een gewoon lekker radio. Radio Plus Gent, daar durf ik ook naar luisteren. Ook in dat tentje gaan. Ja. Ah ja, kijk, Radio Plus Gent is al meerder van kwaliteit. Rivierland, dat zijn hier veel, als staatsradio. En nog een schoen klokje bij. Wat moeten we hier aan voor de geld? Of dat je hier neerschuiven of dat je rond draait. Je kijkt wat er allemaal op zit. Vijsjes. Hier hebben we de USB, koptelefoon, volume op, volume naar beneden. Dat is voor het kanaal te zoeken. Dat is voor dat weer oké, is oké. En dat is voor hem aan te steken. Ja, het is goed gekut voor de dienst. Voor je, dan kun je kijken hoeveel dat kost en ik word dat in de beschaving steek. Dat is echt een schuurruiertje voor zijn goud. Ik word er plezier van en het is klein, je kunt er overal mee pakken. Je steekt dat in je binnenzak en niemand ziet zitten. Ja, dat was het voor vandoor. Ik ben vrij content. En ik heb goed dat ik niet geluisterd heb naar mijn kromeroen en al. Dat uit China komt, dat niet zal masseren. Dat is het enigste dat hier masseert en het is daar uit China. De Chinezen zien mij hier, Pask. Allee, salut jongens. Ik gok weer niet uit mijn woord. Tot de volgende keer. Hè. Doei doei. Dat is de winkel waar ik ben gekocht. Hè. Ik heb iets van 34 euro en zeker betaald. Het is nog iets gekuper. Het was grootjes voor zijn ding. En het is redelijk rap toegekomen. Ik geloof 3 weken en ik had het al. Het is een vrij goed radiootje voor zijn goud. Bij mij masseert het alles is goed. Iedereen gaat het afgegooid, maar ik heb het toch gekocht en ben vrij content dat ik het gedaan heb. Dus, je ziet het, hè. Het moet niet duur zijn voor goed te zijn, hè. Het moet hier niet altijd aan bouw komen voor goed te zijn. We zullen de volgende keer over iets anders zijn. Maar allez,
Dat was het dan voor vandoor. Doei doei.